Mama, take this badge from me. I can't use it anymore. Beste dames en heren, terwijl de brug achter mij gesloten wordt, heet ik u van harte welkom in Den Helder. Het is vandaag 9 februari en vandaag ben ik hier samen met de bemanning van de vishunter om uit te varen naar zee toe en zorg te dragen voor de verstrooiing van de as van misschien wel uw dierbaren op zee. Mijn naam is Sebastiaan Smit van Aqua Omega. Het is 2 uur. We zijn 30 minuten later vertrokken dan gepland. En we zijn inmiddels richting de havenmond aan het varen. Dan zullen wij straks eerst nog even voorbij de marinehaven komen met de marineschepen. Dat zullen we ook mooi in beeld brengen. En dan varen wij de zee op. Dan steken we richting Texel over en varen wij richting Noordzee. U gaat meemaken in deze film onder welke omstandigheden de asverstrooiingsplechtigheid is gedaan. Wat wij zijn tegengekomen onderweg. En wij willen u op deze manier een goede, of in ieder geval een indruk geven op welke wijze en onder welke plechtigheden de verstrooiing van de as van uw dierbare hier op zee is uitgevoerd. Sebastiaan Smit vanaf de Vishunter. Tot straks. Dag. Het is min 2,5 zonder wind. En met die wind is een gevoelstemperatuur van ongeveer min 7. Het is fris, dat wel. En de wind komt uit het noordoosten. Nou, het is een heerlijke dag. Een heerlijke dag om op zee te zijn. Zo, we bevinden ons nu op de Waddenzee en we varen tussen Texel en de kust van Den Helder. Lange Jaap zie ik daar rechts voor. En het zuidelijkste puntje van Texel is achter mij. We varen nog een stukje door over de lijn heen. De lijn van de vuurtoren, zeg maar, rechte lijn naar Texel toe. En dan heb je eigenlijk de Noordzee. Daar zoeken we een mooi plekje op. Blijven we stil liggen. En zullen wij de as één voor één op zee met de wind mee verstrooien. Na de laatste verstrooiing van de as zullen wij een cirkel varen, symbolisch om het zeegraf heen. Als deze cirkel
voltooid is, zullen wij als laatste groet om de mensen die vandaag op zee achterblijven goede reis te wensen, drie keer de scheepshoorn ten gehoor brengen. Drie lange stoten, waarvan de laatste langer is dan de voorgaande twee. En dan wordt de vlag, die nu half mast hangt, weer in top gehezen en varen we terug naar de haven van Den Helder. Omdat we nu de wind in onze rug hebben en we varen als het ware even de wind helemaal stil. Dat kun je ook zien aan de vlag. Ik zal even mijn camera omdraaien. Je ziet de vlag, die hangt nagenoeg helemaal stil. En de temperatuur is dan ook meteen met dat zonnetje in mijn gezicht aangenaam te noemen. Voor de rest wat we in het begin zagen, al dat kruiende ijs wat de haven binnenstroomt, zie je ook niet zo heel vaak in Nederland. Dat is ook een indrukwekkend gezicht. Al met al, hele mooie omstandigheden weer om op zee te zijn. De wolken, de zon, de blauwe lucht die door de wolken af en toe heen komt, de vogels die op en aan vliegen. Gewoon heel mooi hier. We varen nog een stukje door richting Razende Bol om een mooi plekje te zoeken. Dames en heren, we hebben onze positie bereikt. Hier zullen we stil blijven liggen. Hier zal de asverstrooiing plaatsvinden. Lange Jaap, Texel, Razende Bol. Hier liggen we ongeveer. De positie waar we zijn, ga ik opslaan op mijn telefoon. Zo. En ik zal, voordat ik ga beginnen, de scheepsbel luiden. Juist als de laatste verstrooiing plaatsvond, we zijn nu de cirkel aan het maken. En je ziet dat de zee wat wordt opgebriesd. Misschien ook met de stroming te maken. Het wordt nu, het is nu vloed aan het worden. Opgaand tij.
zijn weer onderweg terug naar de haven van de Helder. Wat we op de heenweg hadden, dat we de wind als het ware stil vaarden, dat hebben we nu totaal niet. We varen tegen de wind in. Ik voel frisse wind. Het is koud. En de golven worden toch wel iets opgebriest hier. Het laatste signaal heeft geklonken. 3 keer de scheepshoorn. Wij gaan weer terug naar de haven van Den Helder. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen. Ik wens u sterkte. Het allerbeste. En als u nou vragen heeft over deze afverstrooiing of over andere verstrooiingen die wij hebben uitgevoerd, neem dan contact met ons op. We zijn makkelijk te bereiken. Kijk maar eens op onze website. www.asverstrooiing.nl. Sebastiaan Smit vanaf de Waddenzee, onderweg terug naar Den Helder. Salut!